Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken heeft vandaag in het parlement meer informatie gegeven over de 6 Chinese fabrieksschepen of trawlers die Suriname nog niet hebben verlaten. De schepen hadden tot gisteren de tijd om de Surinaamse wateren te verlaten. Echter hebben ze het ultimatum dat door de staat was opgelegd na zich neergelegd. Inmiddels is Ross National Fishery, die met deze boten opereert, een kort geding begonnen tegen de staat Suriname. Met name de ministers van Landbouw, Veeteelt en Visserij en Binnenlandse Zaken. Noor-Salim zegt dat de rechter de kustwacht heeft gevraagd om tot 31 mei geen acties tegen de schepen te ondernemen. Ondertussen, zoals dan inmiddels bekend, heeft de rechter uitspraak gedaan waarbij gevraagd is aan de kustwacht om geen onomkeerbare maatregelen te nemen nu, want er is aangegeven dat maandag 27 mei de zaak weer behandeld wordt, waarbij de advocaat van de staat zal antwoorden. Woensdag 29 mei vindt er repliek plaats tijdens de eiser en vrijdag 31 dupliek tijdens de staat. Dus in principe tot en met 31 is gevraagd aan de kustwacht om als het ware geen maatregelen te treffen. De kustwacht is ready om zijn taken uit te voeren zoals dat in de wet is vastgesteld. Dat is tot nu toe, voorzitter, wat ik uw college kan mededelen. Minister Mike Noor-Salim van Binnenlandse Zaken vandaag in DNA over de 6 Chinese fabrieksschepen die Suriname nog niet hebben verlaten.